staat hier! Het wordt rood! Bros, er loopt achter je aan! Ik zit vast! Ik zit er niet vast! Hey kijkers, stop dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag doen we eindelijk weer Phasmophobia. En ik ben samen met een nieuwe Ghostbuster, namelijk PandaW. En ik ben samen met PakDuB. Ja. Ja! Ja, hebben we er zin in? Ja! Ja. Ja. Let's go! Oh, ik detecteer iets. Oh, het is bullshit die uit je mond komt. Lees het, hier, kijk, het staat er. Ja, bullshit meter 100.000. Ja. Wacht, heb je de... Oh, je hebt een microfoon, damn. Jij durft. De deur is open. Zo. Hey, Johnny. Nee. Hide and seek. Nee. Zo werkt de game niet, Luc. Eerst moeten we even de breaker aanzetten. Maar dat zou ik wel voor jullie kinderen doen. Dankjewel. Oké, jongens. De breaker staat aan. Ben je niet binnen? Ja, Koen? Omdat ik even een, is Koen buiten? Nee, Luc is naar buiten gelopen. Wat? Hoezo zijn jullie buiten? Luc, wat doe jij buiten? Dit spel is eng. Luc. We gaan de ghost room zoeken. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar ook de cursed item. Dus mocht je nou een rare item zien, pak hem en neem hem mee. Maar hij is niet boven. Ik heb een deur opengemaakt. Wat ik hou. Sick. Ja, ik ben een hele nieuwe Ghostbuster, mensen. Ja, Luc moet nog alles leren. Wat doet Luc? Hebben jullie zo'n item al gevonden of niet? Nee, Luc gooide een basketbal. Ik gooide helemaal geen basketbal. Wat zijn die dingen die aan het plafond hangen? Dat zijn geesten, die kun je niet opeten. Nee, dat is om de vliegjes te vangen. Er zitten ook vliegjes op als je kijkt en je bril opzet. Nee, Luc is geel. Luc is geel, ja. Ik moet brightness even naar beneden doen. Oh, je brightness naar beneden nog wel? Ja. Hey. Hoezo hebben jullie geen item gevonden? Ja, ik ben hier aan het zoeken, maar ik zie geen... Misschien is het de slaapkamer. Wat is het item? Ja, die zijn we dus helemaal aan het zoeken. Dus dat... Wow, bone evidence. Iemands heup. Ik heb een blikje... Iemands heup? Wat er... Ja, iemands bekken. Heb je een fotocamera? Nee, zeker. Nee, ik heb even pakken. Janken. Wie heeft die bal hier gegooid? Niet die bone evidence. Ja, dat was Luc. Niet die bone evidence. Ik heb geen bal gegooid. Even oprecht. Ik heb geen bal gegooid. Weet je, 100%. Echt 100.000%. I promise. Ik heb geen bal gegooid. Ik voel me niet meer veilig. Wacht, even. Er rolde hier net legit een bal voorbij. Waar ben je? Dit is hier. Kijk, wacht. Kom naar de woonkamer. Kijk hoor. Kijk, deze bal hier. Ja, die gooide ik oprecht niet. Rolt hij nog steeds? Verdacht. Nee, niet meer inmiddels. Jawel, wel weer. Ja, hij rolde net. Maak een foto. Ik ga camera halen. Ja, ja. Hoorde je dat? Nee. Hij maakt een geluidje. Staat dat nu een foto? Oh, heeft het niet eens gedaan als interaction? Wat lelijk. We moeten wel de ghost room zeg maar vinden. Of het item. Maar waarschijnlijk is het music box. Oh, gast. Ik dacht wie zijn hand steekt er nou weer uit. Ik zag alleen je hand uitsteken uit de kamer. Oh, nee. Ik, Ja, ik vind het wel gaar dat we zomaar niks kunnen vinden. De deur hier bewoog. Waarom doet het lichtknopje niet? Doet het wel? Ging het licht gelijk weer uit toen je het aandeed, of niet? Nee. Oh. Ik wou gewoon een lampje, want ik vond het wel donker. Ja, dat kan. Ik ga boven nog een keer kijken. Ik heb het gevoel alsof ik echt schil heb gekeken, gewoon. Ik dacht even dat het een docent was, want het licht knipperde hier. Dat was ik. Ouder jij. Lief jongen. Ik ben boven. Ja, ik zie dus... Oh, wacht. Misschien is het een mirror en staat hij hier. En heb ik gewoon echt... Nee, dat is het ook niet. Er is echt helemaal niks. De heel... Hoe kunnen we gewoon helemaal niks vinden? Oh, ik heb hem. Ghost hunt bij mij. Staat hier! Het wordt rood! Het is badkamer boven, Koen. Badkamer boven. Staat hij? Badkamer boven. Hé, wat gebeurt er? Hij stond ineens voor het is een mer. Het is denk ik een mer. Hoorde je dat? Hij brak de lampen. Wat? Gozer, ik zweer het je. Nee, pikkies. Hij staat hier in de kleine badkamer. Ja. Hij stond ook daar in die andere kamer. En alle lichten werden opeens rood. En daarna brak hij de lampen. Is dat een mer? Ja, volgens mij is dat een mer. Want mer die doet altijd zeg maar alle lichten uit en zo. Dan brak die lampen. Kun je ook niet aan? Dat is een nieuwe ghost event. Dus het is daar boven. Ja, ik zag het. Het was zo'n kruipende, weet je wel. Het was die chick met dat ziekenhuispakje die kan kruipen. Bro, wat de moker was wat dat nou? Wat is de evidence van een mer? Mer. Spearbox, orbs en writing. Ja, kom, we gaan een boekje neerleggen. Wacht, even sanity checken. Ik heb een boekje. Ja, ik check heel even mijn sanity, want misschien is dat omlaag door die ghost event. Bro, wat de moker. Wat? Ik wist niet eens dat het zo specifiek zou zijn. Ja, mijn sanity is 30. Mijn sanity is 48. Oh my. Oké, kom, we gaan daar naar boven. Gast. Ik had dat op filmpjes gezien, die rode shit, dat je dat zeg maar kan krijgen. En ik dacht, min 7,5 had ik hier buiten. Wat? Dat is gebukt. Dan ben je nog, dat komt uit die kamer dan. Ik weet niet. Maar iemand welke... heeft hier het licht aan. Oh, hier. Gaan we naar boven? Ja, we gaan naar boven. Oh. Fotocamera, dus. Maar waar gaan we eigenlijk hide als hij... Gewoon naar beneden rennen en dan hopen dat je niet doodgaat. Ergens het is ergens, zeg maar... Oh ja, hier. Ik had
had free... Ja, min 9. Het is freezing. Ja, hier zit... Oh, IMF 3. 3? Hier ligt allemaal shit op de grond ook. Ik ga even... Wacht, is dit ook interaction als je hier een foto van maakt? Denk het. Als het net gebeurt... Nee, wie doet die lamp uit? Oh, dit is de mayor. Zie je, het is... De lampen worden steeds uitgezet. Nee, het is freezing cold hier binnen trouwens, hè? Oh, en broken mirror. Dat is voor mij altijd al zo. Nee, mensen, het is min 11 op de gang. Ja, klopt. Maar een mayor heeft geen freezing, toch? Nee, huh? Maar okay, dan is het een ghost die echt verdacht veel op een mayor lijkt. Wat doet de mayor? De mimic. Kan... Jongens, rennen. Hé, hey, ik heb geen sprint meer. Oh, dat was het. Bro, ze loopt achter je aan. Wat? Wat, man? Zie je dat? Huh? Wat de hel? Was dat een ghost in nou of niet? Nee, ik zag haar letterlijk gewoon constant achter je aan lopen. Ja, check die foto. Wacht, waar heb je ook weer dat boekje? Bro, deze is echt ziek. Je hebt gewoon een foto dat ze achter me stond. Oh, yo. Die foto is erbij. Ja, maar wat we hebben dus evident. We hebben freezing temperatures. Ja. Zullen we het boekje neerleggen? Ja, ja. Ik neem fingerprints ook al mee, want dat moeten we nu kijken, want ze is er net geweest. Heel even kijken of ik orb zie. Maar we kunnen dan die freezing meter wel terugleggen, toch? Die hebben we niet meer nodig. Nee. Ja, die hoef je niet per se mee te nemen, hè. Wat neem ik mee? Bro, deze ghost is echt lijp insane. Hé, hey, kan ook een mimic zijn, hè? Want die mijn sanity is vrij laag. Ja, ik neem... neem maar pil. Ik neem dots mee en UV. Oké, okay, let's go. Ik wil nog een vinger, zo'n laser light. Ja, dat is die. Kom je ook, Koen? Ga jij achter je beeldscherm kijken? Ja, ik vind het een beetje spannend. Ik heb een hele mooie foto gemaakt, trouwens. Oké, okay, kom, Luc. Mooi. Yo, ik kom wel. We gaan echt genukt worden als we naar boven gaan, Kip. Ik ben niet blij met ons. Ga ik een cammetje meenemen of niet? Want ik heb eigenlijk alles al gegeven. Oh ja, fingerprints. Ik zie fingerprints. Dat is een groene. Nee, dat is een lampje. Rave party. Welk een boekje neerleggen? Nou. Ik zag volgens mij rave. Ik zag rave party. Ja? Ik zag lopen. Ja, ik zag lopen. Oh, ze zingt! What the heck? De deur is weer open. Dit was weer een ghost event. Bro, deze ghost is zo active, jongen. Al die events, wat is dit? Dit is legit insane. Ik zag volgens mij dots, serieus. Even, ja, kunnen nog extra checken. Ja, kijken. Want als het dots is, een Yuri of een Oni. Maar dit is letterlijk alles wijst naar een mer. Dat hij die lampen uit heeft gedaan. Dat hij lamp heeft gebroken. Ik zag hem appearen. Hij was niet echt een dots. Hij appeared gewoon. Oh, ik ga ook even kijken, even opletten. Maar jemig, ouwe. Deze ghost is zo raar. Ghostje. Dus, zullen we weer naar binnen gaan? Even een beetje triggeren. Ja, Luc, ga jij me even boos maken? Je hebt toch niks te doen. Ja, Luc? Nee. De pijn. Luc, gooi dit huisje. Daar vind ik kamer. Nou, we gaan wel met hem mee. Ja, ik zag hem. Sowieso. Ik zag hem duidelijk. Op de dots? Of, ja, duidelijk op de dots. Ja. Ja, maar nu wil ik het ook zien, het ging van staand ging die naar kruipen toe. Wat de... Ja. Ik heb een kruisje. Welke neemt ook weer een andere vorm aan? Dat is toch een Yuri, of niet? Kom, we gaan het kruisje brengen. Welke dan? Volgens dat is Obaki. Gaan we het kruisje brengen? De mimic, die kan, maar dat is niet per se... Oh ja, ik zag hem ook lopen. Ik zag hem ook lopen, inderdaad. De Yuri of een Omni. Staand naar kruipend, dus. Ja, maar dat kan die ghost gewoon. Moet je journal dots voor de projector afvinken? Oké, wacht, we moeten even... wacht, wat is op de objective? Motion sensor. Freezing hebben we. Oni. Ja. En dots projector hebben we ook, toch? Ja. Dus die kunnen we af... Dan is het een Jurai of een Oni. Het kan een Oni zijn. Dan noemt het IMF 5 zijn. Ja. Wat is een Yuri? Laten dat we is, dit... ja, ja, ik ga dat kruisje even op de grond gooien. Oh, Yuri is Orbs. Ik denk dat het een Oni is, serieus. Ja, Orbs hadden we wel moeten zien. Death, ja. Laten we eventjes die objectives doen. Dus ik neem even een... de candle. Motion sensor neem ik mee. Dan neem ik wel een candle mee en een... En lighten. En ik heb ook een boekje. Oh ja, die hoef je niet mee te nemen, Luc. Wacht. Neem in plaats van het boekje, neem dan een kaars mee. Nee, wacht, die heb ik al. Ja, maar dan kan je er twee neerzetten. Dan de kans dat hij uitblaast is dan groter. Ja. Ja, maar dat gaat hij toch ook doen. Oh, ik heb ook nog een item vrij. Bruh, dan gaan we even smutsen. Ja, is goed. Want, ik heb een kruisje ook, hè? Oh, die heb je ook. Oké, top. Gooi er gewoon twee. Ja, is goed. Dat is echt voor onze veiligheid. Wat doet zo'n kruisje dan? Die, ja, die houdt een hun top. Tegen. Ja. Maar als het zomaar een keer gebeurd is, dan gaat die crucifix doorbranden. En op een gegeven moment is de crucifix kapot en dan werkt het niet meer. Oh, het is dirty water! Heeft iemand fotocamera nu? Nee, hè? Nee, die heb ik gedropt net. Bruf. Even kijken. Kaars neerzetten? Oh. Ja, kaars neerzetten en dan kan Koen hem aanzetten. Uitgeblazen. Lols. Oké, easy peasy. Nou, dan ga ik even fotocamera pakken voor de dirty water. En dan zijn we eigenlijk al bijna helemaal set. Hide and seek. Dan moet je... Ja, we hebben de cursed item nog niet eens gevonden. Ja, we hebben de cursed item niet eens. Bro, we moeten echt nog even goed gaan zoeken, hoor. Want dat is wel leuk om nog even te doen. Ja. Misschien is het wel zo'n Ouija board. Oh, hebben we de laatste foto Kim ook al gebruikt? Oh, nee, die ligt hier. Nee, het ligt als goed is nog één ergens. Ja. Hey, voor mij is de breaker door. Ik wil niet heel vervelend doen. Allebei de kaartjes zijn uit. Dat is best wel vervelend.
Ja, motion best wel vervelend. Oh, heb je de motion sensor geplaatst of niet? Ja, Breaker. Dit is best wel vervelend. Kom binnen. Heb je de motion sensor geplaatst of niet? Ja, die heb ik geplaatst. Kip, wat ga je doen? Kom, Luc, volg me. Zet de stroom nou eerst aan. Ja, dat gaan we nu doen, Luc. Maar ik wil niet alleen, want het is best wel eng. Hé, hey, Luc. Hi, guys. Oké, nu staan de lichten tenminste weer aan. Dan is het een beetje minder. Het is één hunt geweest, hè? Klopt. IMF 3. De piepkot. Ja, dat is de IMF. De crucifix is door. Crucifix is gebeurd. Oh ja. Eén keer. Heb ik de foto voor Dirty Wolf? Yes, Dirty Wolf. Bro, Luc, kom terug, jongen. Luc, hij gaat schijten. We moeten er later weer, want ze moet achter me aanrennen. Want ik dacht, ze komt, ouwe. Oh. Bro, ze is weg. Het werd wel IMF 4, maar... Poos heeft weer dat ding doorgegeven. De lichten zijn uit, boven. Als het goed is, heb ik nu de... Het was wel een hunt. Nee, want de deur was niet dicht. Nee, je hebt wel de ghost with a smudge stick that's chasing someone, heb ik niet. Want ze chasten jou niet mee. Nee, maar het was ook geen hunt. Dat is echt heel raar. Ja, maar het hoeft er geen hunt te zijn daarvoor. Dus moet je gewoon chasen. Kip, jouw sanity is 15. 11 nu. Hallo, dan... Misschien even een pilletje nemen. Ik chap even wel zo'n pilletje, hoppakee. Beetje kop bij me. Er is nog eentje voor mij over zometeen. Ja, ja. Happatee, jongens, happatee. Happatee. Yes, dan ben ik op mijn kanaal. Oké, ja, jongens, gaan we weer. Ja. En dan doet ze de deur open, dicht, jongens. Oh, even dat lampje hier dan weer aan, joh. De sanity gaat helemaal dood. Hallo, dametje. Show yourself. Ze moet even chasen. Give us a sign. Smudge hebben. Close the door. Hey, zie dat? Ja, ze doet het! Turn on the light. Oh, ze doet de deur dicht! Ze doet de deur dicht! Turn off the light. IMF5! Ik doe de deur dicht. Okay, dan is het het is Oni, het is Oni. Ja, het is Oni. Oeh, evidence, IMF5, Oni. Heb ik een foto van interaction met de deur. Easy peasy. Maar jongens, nu moeten we nog wat voorwerpen. Alleen nog even de item, en nog even die laatste Ja, de item zoeken. Oké, jongens, allemaal zoeken. Ja, Luc weet niet hoe die items eruit zien. Het is of... Ja, het is een soort spiegel, of een Ouija-bord, nou dat weet je wel. Of een hele grote cirkel op de grond. Of een klein muziekdoosje. Ja, wat heb je nog meer? Kaarten? Waarschijnlijk is het kaarten, want dat spot je echt onmoeilijk. Of de poppetje. Ja, of een soort voedoedol met allemaal spelten, naalden dingen in zijn kop. Ja, zie je dit? Dit zijn tarot cards. Luc had niet door dat dat het item was. En Koen en ik zijn gewoon echt blind. Dus dit is wel een kleine rip in de chat. Dat kan. En die moet je niet zomaar gaan klikken, want dan wordt het een cursed hunt. Dus ja, en nadat je een cursed hunt hebt gehad, worden alle hunts worden langer en gevaarlijker en zo. Maar ik kan helemaal geen cursed item vinden. Nee, die moeten we dus zomaar zoeken. Alleen, het is erg lastig. Voor de mensen die het nog niet door hadden, ik ben een rookie. Ja, oh, waarom hoor ik... is een hunt. Is de deur dicht? Luc, kom hier. Hey, we zijn allemaal hier. Gezellig, jongens. Welkom in de crib. Was het nou een hunt? Nee, het is geen hunt. Ik denk dat er een event was. De licht gaat niet meer naar hier. Het is wel, het is een hunt. Koen gaat dood. Ze loopt hier, ze kruipt hier. Bro, ik heb letterlijk de kont gekust. Ik ben dood. Nee, Luc. Nee, we lost one. Nee, waarom pakt ze nou weer? Koen, waarom ging jij weer naar buiten? Ik zeg al weer. Koen heeft het een kind of low-key verpest. Misschien als we third cards vinden dat we nu kunnen reviven. Maar nu ben ik toch zo. Ik krijg de hanged, man. Ja, je bent zo'n spook, maar je kan nog steeds wel helpen met zoeken. Nee, we moeten de item zoeken, jongen. Ik ga wel zoeken. Niet de pussy-tactiek doen. Ja, maar Luc kan hem inderdaad zoeken. Ja, maar we gaan toch niet 100 jaar wachten totdat Luc hem heeft. Luc weet niet eens hoe het eruit. Het is een ghost hunt. Het is een ghost hunt, de deur is dicht. Waar zijn jullie? Oh, er staat hier binnen. Iemand. Kip. Ja, ik ben misschien hier. Oh, misschien ga ik dood. Nee hoor. Ik heb wel de deur open, dat ze gezellig op bezoek kan komen. Ja. Ik kan zo naar binnen komen. Oh, daar komt ze. Hallo! Ze is van mij. Nee, ik heb sinds een kamer naast. Oh, gezellig. Ik hoor er inderdaad. Ja, ze heeft er zin in. Oh, en toen was het klaar. Is het afgelopen? Ja? Luc, kijk waar ik sta. Bro, ik zit vast. Ik zit er shit vast. Is ik nog kan nut, geen kant op. Bro, we kunnen. Is nog nut. Ik zit er shit vast. Is het nog een hunt of niet? Nee. Hoe ben ik hier gekomen? Auwe, mijn sanity gaat zo dood. Kip zit vast. Waar? Hier in de kamer, hier recht voor je neus, Koen. Recht voor je neus. Wacht even, ik ga eerst even deze deur open doen. Nee, Want ik weet wanneer het een hunt is. Dit is legit. Auwe, hoe ben ik hier gekomen? Waar zit je? Ja, hier, Koen, andere deur. Ik zit in die kleine... Daar, ja. Nu naar rechts, rechts, rechts. Hey, Koen. Hey. Help me. Wil je iets kopen? We hebben McFlurry's. Welkom bij McDonald's. Kan ik de bestelling opnemen? Oh, nee?
Nee, ik dacht even dat het een hunt werd. Kan jij de deur dicht doen van de FN, Koen? Ja, dat weet ik niet. Oh ja, kut. Je moet doodgaan. Ik moet doodgaan. Hey, ik heb hier wel een spiegel, misschien. Ja, maar is het een spiegel? Staat hij op de grond? Nee, hij is wel kapot. Nee, dat werkt niet. Nee, dan is het niet. Het moet echt een, ja... Hey, ghost, show yourself. Ja, laat je dat give me a sign. Gaan, kill me. Ik heb een radio. Kill me. Hoe heet die ghost? Even kijken. Betty Jones. Hunt. Betty Jones. Close nee, ik the denk door. Niet dat de vent dit kan doen. Oh, probeer het. Misschien kan het, maar ik denk het niet, want ik ben niet dood. Nee. Betty Jones. Ja, maar wacht nog even doodgaan dan. Ja, maar wat als die ghost hier ook niet kan komen? Ik kan niks in dat hele huis vinden. We hebben een hele game gekust. Ah, oh, Betty Jones. Betty, bro, waarom staan hier ook van die dozen? Dat is toch echt bullshit? Nou, ik kan Kippie, wil je nog wat hebben in je kamer? Foto, videocamera? Ja, misschien een video. Dan kan ik een vlog maken over het leven hier. Oh ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Sis hier, het is een ghostend. Hello, I am over here. Hello? Hello? Nee, de deur is open, Koen. Hello? Show yourself. Ja, sis, bij mij. Ja. Oh, ze gaat weg. Hello? Show yourself. Ik zie er kruipen hier in de woonkamer. Show yourself. Come over here. I am a freak kill. Ja, ze komt in de kamer. Freak kill. Freak. Ja, ik ben dood. Ah. Yeah. Oh, dit is hard. Ja, dit is helemaal kak. Ik heb alle items toegevoegd, maar het was letterlijk geen andere manier om weg te gaan daar. Kippie weet wel de locations. Als jij even gaat kijken, Kippie. Bro, ik zit hier ook nog vast in als ik dood ben. Dat nee, meen je moet gewoon deur sluiten. Gewoon deur sluiten en weg. Oh, damn. Bro, deze game ging zo goed, totdat mijn body gewoon hier vast zit. Hoe ben je erin gekomen? Nou, ja, ik weet het jongens. Niet. Ik zat te verstoppen tijdens een ghost hunt en het was donker. En toen opeens was de ghost hunt weg. En toen zat ik hier achter. Voor mij met die deur iets. Ik hield de deur vast. Ik was de deur aan het knuffelen. Maar hebben we nu gewonnen? Ja, wij zijn dood. Dus eigenlijk een soort van niet, maar... Echt wel. Ik heb gewonnen. Oh, daar gaat weer al mijn geld. Al mijn items. Yes. Ja, fijn. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Ik niet in je sap, dat is geschikt. Gaan we er nog eentje doen?